Goedemiddag, hartelijk welkom bij de persconferentie van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. Zo dadelijk is er gelegenheid voor de media om vragen te stellen. Waarbij de voorzitter Roland van Vliet namens de commissie uw vragen zal beantwoorden. Eerst is het woord nog aan de voorzitter om een korte toelichting te geven op het onderzoek en de komende weken. Dankjewel. Dames en heren. Ik heet u van harte welkom op deze persbriefing namens de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties, die hier overigens voltallig aanwezig is, zeg ik u vol trots. Een parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeks- en controleinstrument dat de Tweede Kamer heeft. En dit instrument dat zetten wij nu in bij het stelsel van woningcorporaties. En er is een goede reden voor. Nederland heeft een zeer grote sociale huisvestingssector. De 381 corporaties hebben zo'n 2,4 miljoen sociale huurwoningen. En 1 op de 3 Nederlanders woont in een corporatiewoning. Daarmee heeft Nederland naar verhouding de grootste sociale huisvestingssector van Europa. Door verschillende ernstige incidenten in deze sector is helaas veel maatschappelijk vermogen verloren gegaan. En het gevolg daarvan is dat huren extra stijgen, dat bouwprojecten vertragen of helemaal niet meer doorgaan en dat er minder wordt geïnvesteerd in de verbetering en onderhoud van woningen. En wie is de dupe van dit alles? De sociale huurder. Die vele incidenten die hebben geleid tot maatschappelijke en politieke onrust. En bovendien is het vermoeden ontstaan dat het corporatiestelsel niet optimaal functioneert. Daarom heeft de Tweede Kamer vorig jaar april de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties ingesteld om aan waarheidsvinding te doen en de betrokkenen publiekelijk verantwoording te laten afleggen over hun handelen. Onze commissie heeft mandaat gekregen om onderzoek te doen naar de opzet en het functioneren van het hele stelsel van woningcorporaties. Wij doen dat over een periode van zo'n 20 jaar met als startpunt de brutering en verzelfstandiging van de corporaties van begin jaren 90. Dat is een periode die wordt gekenmerkt door verschillende incidenten, wisselende accenten van beleid en vele verantwoordelijke bewindspersonen. Nou, onze enquêtecommissie wil de komende weken aan de weet komen wat er precies is gebeurd, hoe dat heeft kunnen gebeuren en wie ervoor verantwoordelijk zijn. Dit doen we door naast Vestia een aantal casussen diepgaand te onderzoeken en tegelijkertijd te kijken hoe de politieke besluitvorming heeft plaatsgevonden rond het corporatiestelsel. Op basis van onze bevindingen uit het hele onderzoek, waarvan de verhoren onderdeel uitmaken, willen wij het corporatiestelsel beoordelen en bijdragen aan de ontwikkeling van het toekomstig beleid. Nou, de afgelopen maanden heeft de commissie zich uitgebreid bezig gehouden met het vorderen en bestuderen van grote hoeveelheden documenten, met het voeren van gesprekken met verschillende deskundigen en het houden van een substantieel aantal besloten voorgesprekken. Nou, en daarnaast hebben we ook een overkoepelend literatuuronderzoek laten doen. Aangezien het informatievorderingsrecht essentieel is voor het slagen van een parlementaire enquête, heeft onze commissie maximaal gebruik gemaakt van deze bevoegdheid. Ook wanneer wij informatie niet kregen. En dan komt het er juist op aan om als enquêtecommissie door te zetten. Zo hebben wij als eerste enquêtecommissie sinds de invoering van de huidige wet op de parlementaire enquête 2008 een kort geding aangespannen bij de rechtbank in Den Haag om informatie alsnog los te krijgen. De reden hiervoor was dat een betrokkenen bij de casus Rochdale afschriften van gespreksverslagen uit zijn eigen onderzoek niet aan ons wilde verstrekken. Nou, die rechtszaak die heeft onze commissie gewonnen en ik moet u zeggen, daar zijn we bijzonder blij mee, want hiermee onderstreept ook de rechter het belang van een parlementaire enquête voor Nederland. En ook toekomstige enquêtes, misschien wel lopende enquêtes, onder deze WPE 2008, die kunnen voortborduren op onze jurisprudentie die wij gecreëerd hebben. Ook van groot belang is het te vermelden dat onze commissie verschillende werkbezoeken heeft afgelegd
aan diverse corporaties. Namelijk 4 corporaties in de Randstad en 2 in het oosten van Nederland. We hebben daar geluisterd naar geluiden van de werkvloer. We zijn wijken ingegaan en we hebben met huurders gesproken, al of niet in verenigingsverband. Onze commissie vond het belangrijk om een gedegen beeld te krijgen van corporaties die gewoon aan het werk zijn. Nou, met dit alles aan voorbereiding wil ik u vandaag in ieder geval 2 dingen zeggen. Ten eerste, onze commissie ligt op schema. Dat is tegenwoordig iets heel bijzonders, heb ik begrepen. We liggen op schema. En ten tweede, de commissie is er klaar voor de openbare verhoren onder ede. Vanaf woensdag 4 juni aanstaande starten deze openbare verhoren. Nou, verspreid over een periode van 6 weken gaan wij getuigen en deskundigen verhoren. Daarbij zitten corporatiebestuurders, daar zitten ook andere leidinggevenden uit die sector bij, daar zitten commissarissen bij, daar zitten andere toezichthouders bij, er zitten ook ambtenaren bij en natuurlijk zitten daar ook politici bij. Zowel uit de Tweede Kamer als van ministeries. Nou, die lijst van de eerste week van mensen die komen naar de openbare verhoren, die zit in de map die u zojuist uitgereikt heeft gekregen. Dus de komende weken willen wij u laten zien wat er precies is gebeurd, hoe dat heeft kunnen gebeuren en wie ervoor verantwoordelijk zijn. Namens onze enquêtecommissie nodig ik u daarom van harte uit om die openbare verhoren de komende weken nauwlettend te volgen. En dan zal ik aan het eind van iedere dag van verhoren de pers, als daar behoefte aan is, als voorzitter nog even bijpraten. Tot zover mijn inleiding. Dank u zeer. Dan is er nu gelegenheid voor de media om vragen te stellen. Heeft er iemand een vraag? Zegt uw naam en medium alstublieft ook even. U zegt u bent op schema, maar ik had begrepen dat eigenlijk de openbare verhoren al eerder zouden beginnen. Waarom heeft dat toch iets langer geduurd? Nou nee, volgens mij liggen wij op schema. Als ik het plan van aanpak bekijk, zijn de verhoren voorzien voor de periode, ik dacht dat er staat mei, juni, juli. Nou, ze beginnen begin juni en ze lopen dus 6 weken door. Dat is dus grosso modo voor de zomer hopen wij die af te ronden. Daarmee durf ik al te zeggen dat we op schema liggen. Andere vraag? Ja, ervoor. Kobaal, hebben jullie last gehad van strafrechtelijk onderzoek? Dat is een interessante vraag, maar wij hebben daar geen last van. Want als enquêtecommissie heb je je eigen verantwoordelijkheden. Wij doen dus gewoon ons onderzoek. En onderzoeken die andere instanties doen, dat is hun verantwoordelijkheid. Het is natuurlijk wel zo, als wij getuigen verhoren hier onder ede, dat wat zij hier zeggen niet kan dienen als bewijsvoering in een andere zaak. Maar dat doet er geen afbreuk aan dat andere instanties, zoals het OM, hun eigen werk naar behoren kunnen doen. Nog een andere vraag, ja, gaat u gaan. Marcel Wiegman van AD Parool. U zegt u gaat een aantal casussen diepgaand onderzoeken. Kunt u ook vertellen welke casussen dat zijn? Ja, we hebben uitgebreid vooronderzoek gedaan. Hè. De openbare verhoren, dat moet u zo zien, zijn onderdeel van een zeer uitgebreid, breed en diepgaand onderzoek. En waar wij ons tot nu toe op hebben geconcentreerd is uiteraard de casus die in de motie van Bokhoven genoemd staat, dat is Vestia. En daarnaast heeft onze commissie een afweging gemaakt. En zo kwamen we aan 6 andere casusposities waar ook heel stevig naar gekeken is. En dat is Woonbron uit Rotterdam. Dat is Rochdale uit Amsterdam. Dat is Rontree uit Deventer. Dat is WSG, de woningstichting Geertruidenberg. En dat is Servatius uit Maastricht. Schreeg. En dat is Laurentius uit Breda. Dat is een afweging aan de hand van een diversiteit aan incidenten die hebben plaatsgevonden. En dit vond onze commissie ernstige incidenten dan wel een mooie steekproef van soorten incidenten. We hebben daar gewoon onze afwegingen in gemaakt. De laatste corporatie die u noemde, dat was Geertruidenberg, was grondaankoop, dacht ik het. Pardon? Ik versta het niet. Het ging erover grondaankopen.
Geert Ruitenberg. Nou, alle aspecten die bij casussen spelen, die komen in ons onderzoek en dat is echt heel breed en heel diep. Ik zal even te duiden welke corporatie met welk soort probleem. Maar het komt wel laat wel in orde. Ja. Een andere vraag nog. Achterin. Prisco Bates, Financieel Dagblad. Dat is misschien heel erg voor de logistiek, maar ik tel iets van 6-7 leden en ook iets van 6-7 casus. Hebben jullie die zo verdeeld? Hoe is die werkwijze geweest? Zijn jullie allemaal nu gespecialiseerd in een van die corporaties? Nou, terechte vraag. Onze commissie doet natuurlijk dit werk binnen het gegeven mandaat voor de hele Tweede Kamer. Dus als commissie moet je ook hetzelfde kennisniveau hebben over dat stelsel en de casusposities die we onderzoeken. Dus wat u dadelijk zult zien bij de openbare verhoren is dat het meestal meer dan één vragensteller is. Volgens mij is dat eigenlijk altijd zo. En dat is verdeeld op basis van een interne afweging waarbij alle leden van de commissie ruimschoots aan bod komen. En waarbij we elkaar op hetzelfde kennisniveau houden en brengen. Volgende vraag achterin. Lars Bovenbeen naar Nieuwsradio. Meneer Van Vliet, u heeft nu 9 namen bekendgegeven van de eerste, nee sorry, 10. De eerste verhoren of de eerste 3 dagen. Ja. Kunt u misschien iets meer zeggen over de keuze van deze mensen, wat u van hen verwacht? En ik ben ook heel benieuwd of Erik Staal ook ergens nog langs zou komen bij uw commissie. Nou, kijk, om met dat laatste te beginnen. Wij onderzoeken natuurlijk de casus Vestia en hoofdrolspelers komen aan bod. De namen van latere weken dan die eerste week, waar we nu de namen van hebben gegeven, die namen van die latere weken, die geven we ook later. Dat heeft ook een reden, omdat gedurende die openbare verhoren kan er sprake zijn ook van voortschrijdend inzicht en informatie die op een bepaalde manier in elkaar haakt. Dat betekent dat de openbare verhoren en wie je daarvoor oproept, dat die lijst nog zou kunnen bewegen. Dat betekent ook dat we iedere keer met u die stap van een week vooruit willen maken. En daarom hebben we u nu die namen van de eerste week gegeven. En die namen van die eerste week, ja, hoe komen we erbij? Dat zijn hoofdrolspelers die samenhangen met casusposities die in die eerste week aan de orde komen. Dat zijn Woonbron en Rochdale. En het zijn deskundigen die ons wat kunnen vertellen in leidend over het stelsel. Dus daar zit een bepaalde logica in de opbouw van de verhoren. En zo heeft onze commissie de afweging gemaakt dat deze namen in die eerste week vallen. Ja. Oh, gaat verder. Nog dan even over Erik Staal. Vestia staat natuurlijk centraal in deze enquête. U zegt de hoofdrolspelers zullen komen. Ik ga er ook vanuit dat Erik Staal ergens bij u zal verschijnen. Maar kunt u daar misschien iets meer details over geven? Bevestiging dat zo is? Ja, maar kijk wat ik net zei, en dat is wel heel belangrijk om hem vast te houden. Onze commissie gaat week voor week met die logische opbouw aan de slag. En dat kan betekenen dat de lijst nog beweegt. Dus we hebben er echt voor gekozen om per week de namen te geven. En, dus daar laat ik het even bij. Hi, Emily van Outeren, NRC Handelsblad. Ik heb begrepen van sommige mensen die al wel zijn opgeroepen voor latere weken. Dus er gaan wel dan verschillende lijsten circuleren. Al is maar omdat wij zelf rondbellen, is dat toch niet handig om een voorlopige lijst beschikbaar te stellen. Dat op basis van voortschrijdend inzicht kan veranderen. Dat lijkt me logisch. Nou, ik begrijp uw vraag hoor. Op dit ogenblik hebben we als enquêtecommissie deze afweging gemaakt. Daar voelen we onszelf senang bij. En zou er sprake zijn van voortschrijdend inzicht, dan zullen we het hier zo snel mogelijk laten weten. Nog een andere vraag. Sander van Meswerken van de persdienst. Minister Blok die is natuurlijk ook volop bezig met plannen voor de corporaties. En die heeft een novelle in voorbereiding die daar van alles voor regelt, ook voor het toezicht. Ik kan me voorstellen dat jullie daar met jullie conclusies ook invloed op willen uitoefenen wat er uiteindelijk in komt te staan. Denkt u dat u nog op tijd bent met de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie om daar voldoende invloed op te kunnen uitoefenen? Dat is een interessante vraag, ook voor ons. Kijk, wij doen parlementair onderzoek met enquêtebevoegdheden. Dat betekent dat we heel diepgravend te werk kunnen gaan met de ons ter beschikking staande bevoegdheden. Dat betekent ook dat wij er het volste vertrouwen in hebben dat wij met een betekenisvol rapport kunnen komen dat veel zegt over deze sector. Wat aan actuele politiek plaatsvindt, dat is natuurlijk des ministers en dat is een zaak tussen minister en de woordvoerders van de Kamerfracties, zoals die in de vaste Kamercommissie zitten. Op die stoel kunnen wij niet gaan zitten, wij hebben ons eigen mandaat. En van dat mandaat zullen wij ten volle gebruik maken om met een betekenisvol rapport te komen.
En daarna is het aan de Kamer hoe men daarmee omgaat en of dat al of niet wordt ingebed in lopende wetgeving. Zijn er nog vragen? Ik had nog wel een vervolgtjer vanwege Volkskrant. Vervolgvraag op het strafrechtelijk onderzoek. We zien al direct iemand die in een strafrechtelijke procedure nog verwikkeld is, Hubert Mullekamp. Voelen jullie nou vrij om alles te vragen wat er te vragen valt? En is hij dan ook verplicht om op alles te antwoorden? Of is daar dan toch van jullie kant enige omslachtigheid geboden? Ik wil eigenlijk vooraf benadrukken als antwoord op deze vraag dat wil je je rol als parlementaire enquêtecommissie serieus nemen en invullen, dan moet je ook gebruik durven te maken van je bevoegdheden. Dus je moet je eigenlijk zo vrij mogelijk voelen om dat te vragen waarvan je denkt dat je de antwoorden nodig hebt om de waarheidsvinding te doen en die publieke verantwoording aan het publiek te laten zien. Dus het antwoord is in ieder geval ja, wij vragen wat wij denken dat nodig is. Als iemand daarnaast in een ander traject zit en er is een andere instantie bij betrokken, dan zal die andere instantie niet nalaten, mag ik aannemen, om haar eigen verantwoordelijkheden in te vullen en aan eigen bewijsvoering en garing te doen. Dus als iemand die in de eerste week hier komt betrokken is bij een ander proces, dan is dat in principe niet onze zaak. Wat je als enquêtecommissie doet, is dat je goed kijkt naar de omgeving waarbinnen iemand acteert, opereert en heeft gehandeld. En dat betekent ook dat je overlegt met derden. Maar dat doet er geen afbreuk aan dat wij als enquêtecommissie onze verantwoordelijkheid volledig nemen. Ja, het kan voorkomen dat anderen jou benaderen omdat zij ook geïnteresseerd zijn in iemand. Ja, daar ook. Gert Janssen van Nieuwsuur. Kan iemand die zit zich dan ook beroepen op zijn verschoningsrecht en dus hier een uur zitten zwijgen? In welk voorbeeld bedoelt u precies? Nou, bijvoorbeeld iemand die in een strafzaak betrokken is, die zichzelf niet wil belasten met feiten die hier op tafel ligt. We hebben als enquêtecommissie vergaande bevoegdheden. Daar zit een behoorlijk wettelijk primaat onder. Dus wij kunnen vragen wat we willen. En het aantal wettelijke verschoningsgronden is vrij beperkt. En in beginsel zal iemand moeten antwoorden. Zijn er dan nog vragen? Volgens mij niet. Dan wil ik u allen hartelijk danken voor uw komst. En dan zullen wij u vanaf volgende week ook zien, verwacht ik. Bedankt. Ja, hartelijk dank. Ik denk dat het heel interessant wordt voor de Nederlandse kijker, maar ook voor u als media. Dus houdt u ons nauwlettend in de gaten. En ik wil nog even zeggen, ik ben er trots op om met deze enquêtecommissieleden te werken. We zijn een zeer goed team. Dat wil ik nog even benadrukken.